Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kijken we terug op het weekend in Weekendlui. Daarna is er ondanks de kerstvakantie toch nog wat te melden over de bouw van de A2-tunnel in A2 Actueel. Maar nu eerst het nieuws met Caroline Hermans. Online parkeren, halve finalisten en buurtplatforms. Goedenavond dames en heren, dit is het nieuws van dinsdag 23 december. Het is herkenbaar voor iedereen, de kerstdrukte in de stad rondom de feestdagen. En zie dan maar eens snel een parkeerplek te vinden. Maar daar is sinds vandaag een oplossing voor, want vanaf nu kunnen bezoekers van Maastricht online een parkeerplaats reserveren via de website van Maastricht Bereikbaar en Q-Park. Dit geldt overigens alleen voor parkeren op de Kabergerweg. Bedoeling is dat niet alleen een hoop ergernis wegneemt, maar ook de CO2-uitstoot vermindert, omdat parkeerders minder lang hoeven te zoeken. Vanmorgen meldde Dagblad de Limburger dat een Maastrichtse Syrië-strijder eind vorige week gewond zou zijn geraakt door een mortiergranaat die afkomstig was van het regeringsleger. Inmiddels is de jongen overleden. De familie zou de politie op de hoogte hebben gesteld van het verlies. En de politie wil vanwege privacyoverwegingen niet reageren. Twee van de vijf ingeschreven Maastrichtse nummers zijn door naar de volgende ronde van het LVK. Katja Hens staat op 9 januari in de halve finale met het lied Pronken. Zij haalde vorig jaar nog de finale van het Limburgse Liedjesconcours. Vorig jaar was het LVK, En toen ging dat langzaam naar die halve finale en toen de finale. En toen word ik derde. En toen leek het toch wel tot de lui het toch wel leuk begossen te vinden. Van, oh, mijn streekje mocht weer eens in dat LVK voor. En ik was zondag toevallig in de stad. En ik vergat zelf de hele tijd dat gisteren de uitslag was. Nou, ik geloof dat misschien wel 50 lui tegen me gezag hebben. Oh, geen succes morgen. En oh, morgen. En, dus nou, ik denk dat het toch wel kribbelde, mijn streek. Het zou toch wel diep worden eigenlijk. Hè? Zou wel chic zijn als we weer aan het kosten winnen. Voor Patrick van de Weijer, eerder winnaar van het Maastrichtse Liedjesconcours, is het de eerste keer dat hij in de halve finale van het LVK staat. Samen met de jonge Nick van Oerle zingt hij het nummer Ik in de wereld on, waarmee ze dit jaar ook al in het MVK uitkwamen. We hebben het liedje een beetje ongepast, er zit een couplet nu bij. En we hadden ze gehad van, we willen er meer uitholen als wat we vooral hadden gemaakt. En ik ben zeer tevreden over het eindresultaat, gelukkig. Wat verwacht ze van de halve finale? Nou, van de halve finale, ik vind het erg spannend. We zitten met veel maanden erin. Het is kijk, 60 liedjes die hebben ingezonden. We hebben ze gisteren allemaal eens even goed beluisterd. En het niveau is erg hoog. Erg hoog, vind ik. En ja, ik weet bij God niet wat ik moet verwachten ervan. Is Ierske toch met dan, van Patrick hoor. En we zitten alle twee in aan de halve finale. Dus dat is alleen maar gunstig. Dan kan gans Maastricht Iers op de ene stemmen en de Noor op de andere. Ja, dat zou toch geweldig zien. Die is nog jong. Smaakt dit nog meer? Dit smaakt zeker nog meer. Ja, jawel, zeker wel. Gisteren doen? Alles. Pronken. In Ceramiek start na een korte afwezigheid een nieuw buurtplatform. Maar aan de andere kant van de Maas stopt buurtplatform Binnenstad er juist mee. Kijkt u naar een reportage. Wat zijn en waren de ambities van beide buurtplatforms? Vandaag spraken we met Leo Schunk van Startend Buurtplatform Ceramiek en met Frans van Eekert van Stoppend Buurtplatform Binnenstad. En waar de een nog vol goede moed zit, is de ander teleurgesteld. Wij krijgen geen enkele respons vanuit de gemeenteraad en vanuit het gemeentebestuur. Dus je zit eigenlijk tegen een muur aan te praten zonder dat je daar iets aan hebt. Omdat dat behoefte is ook voor de bewoners, belang van de bewoners, en daar gaat het tenslotte om. Het belangrijkste thema is de sociale samenhang van de mensen in de buurt. We redeneren vanuit de mensen en niet vanuit de dingen en zaken. Er zijn een paar punten. Het element wonen in de binnenstad is totaal verwaarloosd. Maastricht heb ik aangetroffen als een stad die vergeven is met de beleggers, die allemaal commerciële doeleinden nastreven. De gemeente omarmt nog steeds meer studenten, dus de huisvesting die gaat verloren. En op die manier zie je dat eigenlijk de rijkdom of het cement van de binnenstad verloren gaat, omdat de woonkwaliteit en de aantrekkelijkheid voor binnenstadsbewoners die gaat volledig verloren.
De wijk Ceramiek, dat is bekend, drugsproblemen vanuit het verleden. Gelukkig heeft de burgemeester daar goede maatregelen getroffen. Daar zijn we heel blij mee. Het is niet opgelost. We hebben nu nog last van hangjongeren. Maar nogmaals, het gaat niet zozeer om de problemen. Het gaat vooral om te zorgen dat er een sociale cohesie is tussen de mensen. En daar vind ik het de belangrijkste taak voor het buurtplatform. Zorg dat de mensen zich hier happy voelen. Dat ze elkaar kennen, dat ze samenwerken. En samenwerken aan een goede gemeenschap binnen Ceramiek. In samenwerking met de gemeente. Ondersteunend, dienend en ons bijstaan. Ze hebben zelf alsmaar rondgebazuind, ook rond de verkiezingen, dat ze heel veel willen communiceren met de bewoners. En het antwoord is, of het resultaat is wat je ziet, dat er niks gebeurt. Ze beleiden dat alleen maar in woord, maar niet in daad. Wij verwachten geen problemen. Wij zoeken de dialoog met de gemeente. Wij zoeken de samenwerking met de gemeente. En tot heden, moet ik zeggen, heeft de gemeente daar een zeer goede rol in gespeeld. Hè, om ons te helpen met het heroprichten van het buurtplatform. Ze waren zeer coöperatief. Ze moeten leren luisteren. Kijk, als ik een raadslid hoor roepen met de evenementen bijvoorbeeld, ik heb nergens last van. Nou, dan geeft dat al duidelijk aan hoe ze erin staan. Het gaat er niet over uit wat hij vindt, het gaat er over uit wat de mensen vinden. En daar zijn ze de woordvoerder en de vertaler van die mening. Dat we één grote gemeenschap zijn die elkaar heel goed kent, die wat voor elkaar over heeft. We krijgen nu de nieuwe participatiemaatschappij en daar denken we dat we het buurtplatform een hele grote rol in kunnen spelen. Wat wij meteen gezegd hebben is, toen in 2007 de crisis begon, mensen, ga eens met twee benen op de grond staan. Je ziet nog in de structuurvisie dat men bevestigt dat een paar 8 grote projecten door moeten gaan, terwijl je gewoon getalsmatig economisch ziet dat we bergafwaarts rennen. Dat hoeft geen ramp te zijn, maar je moet wel zorgen dat waar Maastricht vroeger aantrekkelijk was omdat ze al een voorsprong hadden vanwege hun uitstraling, dat je hard gaat werken aan het herstel van die uitstraling. Dat staat nergens omschreven, laten we dat even duidelijk stellen. Daar kun je zelf invulling aan geven. En wat wij geprobeerd hebben is met een hele hoop ervaring en achtergrondinformatie geprobeerd om reële gesprekken te voeren. En de basis een beetje beter gewaardeerd te krijgen. Er zijn natuurlijk altijd problemen in de buurt. Er zijn materiële problemen. We moeten natuurlijk letten op de kapotte tegel, op de bloembak en hele andere zaken. Maar dat is niet de hoofdzaak. Dat moet je natuurlijk melden. De hoofdzaak is dat je goed met elkaar kunt optrekken. Dat je als gemeenschap nogmaals heel sociaal bent met elkaar, dat je elkaar kent. En als je elkaar kent, dan lossen die problemen zich ook wel op. Dan krijg je zo'n beetje een sociale controle. En dat heb je alleen als je elkaar goed kent. En dat is een taak van het buurtplatform. En tot zover het nieuws en de achtergrondreportage van vandaag. Zometeen kunt u nog kijken naar enkele activiteiten in het weekend in het programma Weekendlui. Programma ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en heel graag tot morgen.